Ja, eigenlijk vind ik het ook wel een mooi betoog. Uiteindelijk moeten de lonen natuurlijk omhoog. En de afstand tussen uitkeringen en lonen moet groter zijn, zodat er incentive is om te gaan werken. Het probleem is alleen dat als de lonen omhoog gaan, dat we dan in een loonprijsspiraal terecht te komen. En is de heer Van Kent het nou niet met mij eens dat het zo mooi zou zijn als de lonen, met name het minimumloon, omhoog zou gaan, fors omhoog zou gaan, maar dat we dat compenseren in een daling van de werkgeverslasten, zodat er niets doorgerekend hoeft te worden naar de consument. En zodat alles hetzelfde blijft, lonen gaan omhoog, werkgeverslasten omlaag en de staat moet dan inderdaad snijden in eigen vlees. De heer Van Kent. Ja, dit kennen we, dit verhaal. Maar wat we op dit moment zien, is dat er sprake is van een prijs-winstspiraal. We zien alleen maar dat de prijzen stijgen. We zien dat de winsten stijgen. Zeker bij de bedrijven waar wij nu de hoogste prijs aan de kassa betalen. Hè? De voedingsmiddelenindustrie, de winkelketens. We zien het bij de oliemaatschappijen, de energiemaatschappijen die winsten maken, die records breken. Tegelijkertijd zien we ook aan de top dat de salarissen enorm zijn gestegen. 40% stijging van die topsalarissen. En ondertussen blijven de lonen achter. En dat blijft niet alleen in deze crisis achter, maar dat duurt al vele jaren dat die lonen achterblijven bij die winsten en bij die economische groei. En het verhogen van de lonen is eigenlijk het inhalen van een achterstand die al heeft plaatsgevonden. De heer Van Haga. Ja, voorzitter, dit is natuurlijk het socialistische, anticapitalistische verhaal. En ik ben het helemaal met de heer Van Kent eens dat de Googles en de Facebook en de Alibaba's en zo, dat er puissant rijke mensen rondom met enorme winsten en dat het onvoorstelbaar is. Maar 80% van de kapitalistische werkelijkheid in dit land wordt gevormd door het MKB. En dan heb je wel degelijk dit probleem. Het is wel degelijk zo dat de bakker of de slager de prijzen, de loonstijging moet gaan doorrekenen. Dus laten we dan het op een akkoord gooien. Stel dat we gewoon voor het MKB besluiten. Nou, we verhogen die minimumlonen, maar we verlagen de werkgeverslasten, zodat die prijzen niet omhoog hoeven. Hoe staat er tegenover? Ja, verkend. Ja, ik vind dat we het zeker voor het MKB moeten opnemen. Ik denk dat er ook wat betreft steun vanuit de regeringen van met de stijgende energieprijzen en zoveel moet gebeuren. Ik denk ook aan de doorbetaling van het tweede ziektejaar, waar eindelijk eens een keer een goede oplossing voor moet worden gevonden. Dat zie ik zeker. Maar tegelijkertijd laten we ook niet vergeten dat het MKB gebaat is bij mensen die ook wat te besteden hebben. Dat die bakker en die kapper en die bloemist ook alleen maar omzet kan hebben als mensen wat centen in de portemonnee hebben. En juist die hogere lonen, zeker als je kijkt naar mensen met kleine inkomens, als daar een inkomensstijging plaatsvindt, betekent dat het ook direct wordt uitgegeven en ook terechtkomt juist bij die MKB'ers waar wij het ook voor opnemen. De heer Van Haga. Ja, tot slot waarschijnlijk, hè? Ja, nee, maar dit is toch een beetje een denkfout volgens mij. Want als die lonen omhoog gaan en de werkgeverslasten omlaag, dan hoeft die prijs niet verhoogd te worden van het product dat er gemaakt wordt. En dan neemt de koopkracht dus van de werknemer feitelijk toe. Ja. Dus dit is toch hartstikke goed voor het MKB. En nog even terugkomend op het 2 jaar doorbetalen bij ziekte. Ik meende te horen dat er toch een soort opening was om daar in ieder geval van af te stappen. Want dit is een enorm risico waardoor een enorm hoeveelheid weerstand bestaat tegen het in dienst nemen van mensen, in vaste dienst nemen van mensen. Dus wellicht kan de SP daar ook wat over zeggen. De VVD had vroeger in het verkiezingsprogramma staan dat we dat terug wilden brengen naar 1 jaar. Nou, dat werd toen door deze minister volgens mij weggegeven, maar het zou mooi zijn als we daar nog eens een keer naar zouden kunnen kijken. De heer Van Kent. Nee, absoluut. Kijk, de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte is zeker voor kleine ondernemers ondoenlijk. Dat is een veel te groot financieel risico dat niet gedragen kan worden door deze individuele ondernemers. Wij vinden daarom dat het tweede ziektejaar collectief verzekerd moet worden voor het MKB. Zodat er alleen de verantwoordelijkheid is voor dat eerste jaar. Dus daar, als u dat ook vindt, vinden we elkaar daar. Maar ik zou toch nog eens aandacht willen vragen, ook voor het feit dat als je de inkomens en de lonen en de pensioenen van mensen verhoogt, dat in eerste instantie daar heel veel MKB'ers enorm van gaan profiteren. Dat de omzet daar enorm kan toenemen, omdat mensen nu simpelweg niet het geld hebben om dat bloemetje te kopen, om regelmatig naar de kapper te gaan of om dat taartje bij de bakker op de hoek te halen. Dus voor het MKB is het echt extreem belangrijk dat de wens van de SP om die 15 euro als minimumloon, om die wens in vervulling te laten gaan.